Inchecken bij deze trein is niet nodig. Bij verzorgingstehuis Oranje Nassausoord in Renkum kan je vanaf nu met de trein. Deze is speciaal bedoeld voor mensen met dementie. Ja, ik heb het altijd gezien, zoiets. En je blijft het zien. De coupé is ons geschonken door de NS in samenwerking met de Alzheimerstichting. En zo zijn er nog in 21 verpleeghuizen hier in Nederland die deze coupé mochten ontvangen. Er komen echt hele mooie verhalen tot stand. Ik heb er net wel van zitten genieten dat hij veel communicatiever ineens leek te gaan worden. Ja, en dan heb je denk ik al wel weer wat moois bereikt. Even een momentje dat hij terug kan gaan in die beleving. Meneer Doorland heeft vanaf zijn 17e tot zijn 70ste bij ElectroRail gewerkt. En ervoor gezorgd dat alles op rolletjes over de sporen liep. De dingen onderweg wat niet goed was. En ik had een jongen, een stelletje jongens, die had ik bij me. En dan gingen we kijken of we dat weer in orde konden krijgen. U kunt nu, als u wakker wordt, kunt u meteen in de coupé stappen. Ja, nou, dan wacht ik wel even tot ze weten toch wel. Tot ik wat op heb. Eerst even ontbijten. Eerst niet gelijk weg. Ik vind het wel leuk.